Mijn naam is Dave Rijmakers en leuk dat jullie kijken naar deze video op mijn kanaal. Vandaag wil ik het met jullie gaan hebben over dyslexie. Zoals jullie misschien weten heb ik zelf dyslexie, maar maakt mij dat nou dom of misschien minder professioneel? Nou nee. Alleen soms zijn het ook bedrijven, maar ook scholen in Nederland die er anders mee omgaan. Zo zijn er bijvoorbeeld scholen die speciale methodes hebben om jouw dyslexie te voorkomen of misschien te verminderen. Dat klinkt natuurlijk erg leuk, maar dat is het ook wel. Alleen, dat is vaak makkelijker gezegd dan gedaan. Dat komt eigenlijk omdat er verschillende soorten dyslexie zijn. Maar we zullen eerst gaan kijken wat dyslexie nou precies is. Dyslexie komt van het Latijnse woord dyslexus af, wat eigenlijk ook wel woordblindheid wordt genoemd. Een beetje onterecht eigenlijk omdat er verschillende vormen zijn van dyslexie. Maar grofweg kun je ze in twee soorten onderverdelen. Je hebt de zogeheten aangeboren dyslexie, die krijg je dus bij geboorte al. Maar je hebt ook de dyslexie die je op latere leeftijd kunt krijgen. En die krijg je dan vaak bijvoorbeeld een hersenbeschadiging. Maar in mijn geval zijn ze achtergekomen toen ik nog klein was. Niet dat ik nu veel groter ben, maar toch. Zo schrijf en lees ik bijvoorbeeld fonetisch. En dat betekent eigenlijk dat ik moeilijke woorden, zoals bijvoorbeeld fonetisch, letterlijk ga schrijven zoals ik ze ook daadwerkelijk hoor. Dat levert misschien af en toe grappige woorden op, alleen het is gewoon erg lastig ook. Daardoor kan ik vaak gewoon niet zien hoe je nou een woord echt schrijft. Ik zie wel dat er iets niet klopt aan het woord, maar vaak weet ik niet waar het precies zit. Nou, gelukkig zijn er heel veel technieken tegenwoordig om daarachter te kunnen komen. En een daarvan is bijvoorbeeld Google. Als je bij Google een woord intypt, bijvoorbeeld een moeilijk woord, zal hij zelf gaan weergeven, bedoelt u misschien, en dan het goede woord. En 9 van de 10 keer kan ik daardoor zien waar dus fout zit en kan ik zo de fout oplossen. Maar toch kan het zijn dat je in sommige video's van mij, thumbnails of misschien in de beschrijving, spelfouten ziet. Zie je nou zo'n spelfout, laat dan gerust een reactie achter. Dan zal ik proberen die spelfout zo snel mogelijk uit te halen natuurlijk. Want ook ik wil natuurlijk proberen zo min mogelijk spelfouten te maken. Heb je nou zelf ook dyslexie? Laat dan even hier in de beschrijving achter welke vorm van dyslexie jij hebt. En wat jij het vervelendste vindt aan je dyslexie. Mijn tip is sowieso wel aan iedereen, als je dyslexie hebt, om gewoon door te gaan. Heb je een bedrijf, net zoals ik, en er komen als klanten naar je toe die je niet fijn vinden dat je dyslexie hebt en daardoor geen zaken met je willen doen? Ja, so be it. Er zijn genoeg andere klanten die wel zaken met je willen doen. En overal kan ik gewoon zeggen, ga gewoon door met dingen die je leuk vindt om te doen. En daar kunnen ook voordelen zijn aan dyslexie bijvoorbeeld. Er wordt namelijk vaak gezegd dat mensen met dyslexie creatiever zijn en technische vraagstukken ook sneller kunnen oplossen als niet-dyslectische mensen. En heb je zelf dyslexie? Laat dan zeker in de beschrijving achter wat zowel jouw voor- als jouw nadelen zijn aan jouw dyslexie. En vond je deze video nou leuk en wil je meer van dit soort video's zien? Vergeet dan zeker niet dat blauwe duimpje omhoog te doen en te abonneren op dit kanaal voor meer van dit soort video's. Dan zie ik jullie volgende week weer terug bij een nieuwe video op dit kanaal. Tot volgende week!